Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga voor alle tekens eens even kijken welke energie er is en wie dit moet horen. Ik heb hier de 12 tekens. Ik zal ze nog even schudden. Wat moeten deze tekens horen? Wat moet je weten? We beginnen bij de maagd. Hallo maagd, wat moet jij weten? Hit and run. Iets wat je geraakt heeft, waar je van weg wil rennen. Iets wat je achter je wil gaan laten. Omdat er iets is wat je kwetst. Iets wat helemaal niet goed valt bij je. En je wil je hardloopschoenen aantrekken om weg te lopen. Observeren. Observeren, dat heb je al een tijdje gedaan. Ben je misschien 49? Je hebt iets geobserveerd. Je bent tot een conclusie gekomen. Je hebt iets ontdekt. Er is een onthulling. En je wil er heel erg hard van weglopen. Volgende teken. Leeuw. Hallo leeuw. Wat is er voor de leeuw? Wat moet je weten? Je hebt behoefte aan gelijkwaardigheid. Je wil een maatje. Je wil iemand waarmee je, ja, waarbij je aan een half woord genoeg hebt. Iemand die jou snapt. Iemand die dezelfde waarden en normen heeft. Iemand die jou begrijpt als geen ander. Kennelijk is dat er op dit moment niet. Het is iets wat je mist. Kijk wat resoneert. En het kan zijn vanaf het moment dat je de reading ziet. Boodschap in een fles. Boodschap in een fles. Er komt een boodschap naar je toe. Dit zou zomaar eens degene kunnen zijn waarmee jij een enorme klik voelt. Misschien een soulmate? Schorpioen. Wat is er voor jou? Wat moet je horen? Wat moet je weten? Wat moet je horen? Deze zijn allemaal verkeerd om. Wat moet je horen? Ja, er komt een boodschap naar je toe, lieve leeuw. Schorpioen, wat moet je horen? Je bent op het goede moment op de goede plek. Dit gaat jou iets positiefs opleveren. Let maar op. Je bent op het goede moment op de goede plek. Welke wijsheid hoort daarbij? Naar de zee. Water naar de zee dragen. Er komt iemand op je pad met iets, met een aanbod, met een, iets om samen te ondernemen. En het zou zomaar eens kunnen zijn om een korte trip te gaan maken. Je bent op het goede moment op de goede plek. Je komt iemand tegen. En dat gaat consequenties hebben. Dat gaat een vervolg hebben. Wacht even. Ik was te snel met mijn kaarten. Ik was te snel. Ik was te snel. Ik moet eerst het teken hebben. Steenbok, wat is er voor jou? Wat is er voor jou? Wat moet je weten? Hij klapt al om. Je bent in gevecht. Je vecht, je vecht, je vecht. En ik heb het gevoel dat je ergens tegenvecht, tegen jezelf. Je bent vijand van jezelf. Er is iets wat je zo graag anders wil. Maar op een of andere manier ben je je eigen vijand. Wat zegt de wijsheid van het orakel? Deze moet eruit. Een steuntje in de rug. Ja, er is een vriend of familie, een geliefde. Er is iemand die jou helpt. Iemand die jou wijs raad geeft. Het kan een hulpverlener zijn, het kan een healer zijn. Maar er is iemand die jou laat inzien dat je eigenlijk alleen maar zit te vechten tegen jezelf. En dat het geen zin heeft om te hopen dat een ander verandert. Ik wil elke keer alweer pakken, maar ik ga eerst naar deze. De ram. Wat hebben we voor de ram? Oh, lieve ram, wat moet je weten? Je krijgt hulp, steenbok. Iemand die jou laat inzien dat je vecht tegen jezelf.
Boeram. Er is iemand die jou ongelooflijk mist. Ja, iemand in jouw directe kring. Iemand in jouw directe kring. En dat is een dat kan een ex zijn. Er is iemand die jou heel erg mist. Het is een zielsverwant van je. Dan weet jij wie het is, lieve Ram. Er is een soulmate die jou ongelooflijk mist. Ben je misschien 41? Ik heb het gevoel dat je iemand eigenlijk al heel lang geen aandacht aan hebt gegeven. Misschien is het zelfs wel letterlijk een tweelingbroer of een tweelingzus van je. Oeh, waar je geen contact mee hebt gehad. Woont diegene overzees? Boogschutter, wat is er voor jou? Wat moet je weten? Wat moet de boogschutter weten? Oeh, er is een ontwaken, een spirituele awakening. Volgens mij heb ik dat ook in een eerdere reading gehad met de boogschutter. Dat je aan het groeien bent. Je bent aan het groeien. En ik heb het gevoel dat je ook helemaal flabbergasted bent over dingen die er op je pad komen. En dat je er eigenlijk, dat je zo met een ander oog kijkt. De wijsheid van het orakel. Je wordt flexibeler, lieve boogschutter. Je wordt flexibeler. Je zat vast en strak in je ego, in je ratio, in je... In hoe je de dingen zag, zwart-wit. Maar er is iets gebeurd, er gaat iets gebeuren waardoor je flexibeler wordt. Ook naar anderen, maar ook naar jezelf. Het lijkt wel alsof je, alsof er een soort rust over je heen kan. Dat je opeens veel beter weet hoe je moet relativeren. Wat hebben we hier? Kreeft. Wat is er voor jou, kreeft, wat je moet weten? Wat moet de kreeft weten? Wat moet de kreeft weten, lieve kaarten? Oeh, dat zijn er veel te veel. Deze moet eruit. Geweldig. Ben je bezig met je financiën dat deze kaart eruit komt? Maak je geen zorgen, want het wordt beter. Het wordt echt beter. Er komt een toeslag naar je toe, een beloning, misschien een bonus op je werk of een belastingteruggave. Of dat je zelf in een zakelijke situatie zit waarbij je geld gaat maken. Wauw, er komt echt financiën, die gaan echt stijgen. Wat zegt de wijsheid van het orakel? Chaos en conflict. Heb je dit achter je gelaten? Ik heb het gevoel dat je aan de beterende hand bent met jezelf en dat je de dingen wat dichterbij houdt, kleiner houdt, dat je voor jezelf zorgt en dat je zorgt dat je na chaos en conflict over geld misschien wel, dat je dat achter je gaat laten. Ben je 33 toevallig? En dat geweest is. Ik heb het gevoel dat dat geweest is. Chaos en conflict. Er kan best ruzie zijn geweest over geld. En dat je dat nu, dat het komt helemaal goed. Weegschaal. Wat is er voor jou? Welke kaart hoort bij jou? Welke kaart hoort bij jou? Ik ben heel benieuwd. Welke kaart hoort bij jou? Deze moet eruit. Oh, lieve weegschaal. Ja. Je bent aan het wikken en wegen, dat hoort ook een beetje bij je, maar je handelt uit angst. En je mag je angst vervangen door vertrouwen. Want angst is een slechte raadgever, dat weten we ook allemaal. Maar er is iets waar jij mee bezig bent, waar je je hoofd ook over pijnigt. Een beslissing nemen, een sprong in het diepe maken en je durft het niet. Je durft het niet, want je denkt aan de nadelen. Maar er gaat een wereld voor je open als je die angst opzij durft te zetten. Wauw, wat zegt de wijsheid van het orakel hierover? Ja, deze kaart, de waarheid. Wauw, de waarheid is dat je helemaal niet bang hoeft te zijn. Als je heel diep eerlijk in jezelf kijkt en ook echt eerlijk durft te zijn
Waarom zou je de sprong dan niet wagen? Want het is alleen maar leuk. Je staat stil als je niet gaat handelen en stilstand betekent achteruitgang. Neem de sprong. Kijk werkelijk naar wat kan jou nou overkomen. Stel jezelf de vraag op het thema wat jou bezighoudt. Wat kan jou nou overkomen? Wauw, het is echt fantastisch. Oh, ik moet natuurlijk eerst de waterman hebben we nog. De tweelingen, de vissen en de stier. Ik ga naar de waterman. Wat mag de waterman weten? Kijk eens even. Een nieuwe seksuele partner. Nou, ik hoef daar niks aan toe te voegen. Er komt een nieuwe seksuele partner op je pad. Wauw, waterman. Ik weet niet of je nog met iemand bezig bent op dit moment, maar er komt een nieuwe seksuele partner op je pad. Rechtvaardig. Ik voel hier meteen bij dat het echt tijd wordt. Dat jij je tijd vindt worden dat er is iets gebeurd op dat vlak. Misschien heb je heel lang stilgezeten. Ben je misschien 38? Er komt iets op je pad. En dat heeft ook te maken met dat je erop uitgaat. Naar een kroeg of ook naar zee. Ik weet niet, ik voel iets met zee. Wauw. Rechtvaardigheid. Je vindt het gewoon tijd worden en je vindt het ook rechtvaardig. Waarom heb ik het gevoel dat je een afwijzing hebt gehad bij een vorige relatie? Dat je misschien gedumpt bent of voorgelogen. Je vindt het zo te rechtvaardigen dat er iets nieuws op je pad komt. En ik voel ook een soort lekker pu. Lekker pu. Tweelingen. Wat is er voor jou? Tweelingen. Wat is er voor jou? Wat moet je weten? In tegenstelling tot de kreeft, sluis je het geld weg. Heb je een gat in je hand op dit moment? Misschien doe je een investering of ben je op dit moment alleen maar blij te maken met nieuwe aankopen, waardoor je ook miskopen misschien hebt, maar het geld vloeit uit je handen. Let op tweelingen, let op tweelingen. Als je meer uitgeeft dan dat er binnenkomt, ja. Ademhalen, adem in, adem uit. Je hebt stress. Stress in de zin van onvrede. Ik voel onvrede, lieve tweelingen. Er is iets waar je voldoening uithaalt. En dat heeft te maken met uitgaven. Misschien koop je allemaal niemandalletjes. Dingetjes die je ook niet nodig hebt. Wat ook op zich heel erg leuk is om te doen. Vissen. Wat is er voor de vissen? Wat is er voor de vissen? Wat moeten vissen weten? 4, 4, 4. Vier het leven, lieve vissen. Misschien dit paasweekend. En je wordt beschermd. Wauw, heb ik niks meer aan toe te voegen. Misschien doe je dat wel met z'n vieren. Tijd om te gaan. Ben je 45? Kijk eens naar de slingers. Het leven vieren. Ik heb het gevoel dat je iets achter je gaat laten. Achter je gaat laten. Misschien dat je de deur morgenmiddag dicht trekt. En dat je een weekend weggaat. Het is tijd om te gaan. Ja, je gaat iets leuks doen. Je gaat het leven vieren. En het kan best zijn dat je dat voor een weekend doet, hè? Stier. Wat is er voor de stier? Online dating. Een stier die online aan het daten is of gaat online daten. En het kan zomaar eens heel erg leuk worden. Waarom heb ik het gevoel dat het met een andere stier is? Kijk eens, ja. En waarom doe je dat? Omdat je je eenzaam voelt. Je leven gaat veranderen, lieve stier. Je voelt je wat eenzaam. Je voelt je een beetje op de, nou ja, letterlijk op de top van iets zitten. De top van een berg in je eentje. Ga lekker de natuur in en ga lekker online daten. Dan heb je in ieder geval het gevoel dat je contact maakt. Misschien ben je alleen, woon je alleen en weet je gewoon even niet wat je met jezelf wil. Nou, lieve tekens, volgens mij liggen ze redelijk goed in beeld. Het zijn hele korte boodschappen. Ik moest deze er even uit doen. Succes!